Daar zijn we. Daar is die. Test, dubbeltest, alles werkt. Ja. Lekker. Het is donderdag 22 april en het is weer tijd voor een nieuwe live stream. We gaan vanavond weer een lekker streampje draaien. We gaan uiteraard de charts weer meenemen die jullie willen zien. Tenminste, we gaan proberen zoveel mogelijk mee te nemen wat jullie willen zien. En we gaan weer lekker jullie vraagjes beantwoorden. Hoe is het aan de andere kant, mijn vriend? Ja, gaat goed. Gaat goed. Draait thuis alles alweer een beetje? Nee. Gaar. Oké. Okay. Ja, ik denk dat we gelijk gewoon lekker gaan aftrappen met de beursjes, denk ik. Ik denk dat we gewoon lekker gaan vliegen vandaag. En veel gaan proberen mee te nemen voor jullie. Want dat is uiteindelijk wat de mensen tof vinden om te zien. We gaan wel proberen vandaag. Dat ga ik even doen terwijl Chris lekker met de analyses bezig is. Ga ik er gelijk eventjes wat dingetje uitpikken. De gigantische pompers. Gaan we vandaag proberen juist even helemaal links te laten liggen en echt mooie charges vandaag mee te nemen. Keertjes zonder pompers. We hebben laatst een streampje gedaan, daar deden we alle klappers, de toppers, de bitcoins, Ethereum, Cardano's, EOS's, XRP's, noem ze allemaal maar op. En vandaag gaan we proberen eventjes wat ja, op neutraler terrein te charten. Dus dat is waar we vandaag een beetje naar gaan koekeloeren. Goed. Als we kijken naar de beurs in het algemeen, zien we een licht groen dagje bij de hoofdindex. De deur sloot daar met 0,5% in de winst. Bij de midcap fondsen was het nagenoeg hetzelfde. De dag sloot daar af met 0,4% in het groen. Koplopertje vandaag was Adyen, 3% in de plus. ASML, ASMI wonnen ook 2 en 1,2% na positieve cijfers afgelopen dagen, waar we het al over gehad hebben. Verliezertjes, Akzo Nobel 2,1%, Aegon 0,9%, Shell weer verliezer 0,7%. In de midcap, Alfen aankop met 6,2%, dat zijn cijfertjes. Intertrust 3,7% en Basic Fit ging vandaag 1,2% de min in. Naast het feit dat de cijfers natuurlijk niet heel erg nice waren voor Basic Fit. Dat snapt iedereen wel. De sportscholen zijn natuurlijk dicht. Dat is allemaal niet nice voor Basic Fit. Maar ze gaan wel nieuwe aandelen uitgeven. Nou, als bedrijven dat willen doen, willen ze meestal ruimte creëren. En hiermee willen ze ook financiële ruimte in de portemonnee creëren. Als de deur dadelijk weer open gaat, willen ze zichzelf gaan focussen op groei en uitbouw van het bedrijf. En daarnaast willen ze met deze opbrengst in ieder geval 60 miljoen van het ontvangen brugfinanciering terugbetalen. Dus ja, al met al is Basic Fit alweer aan het kijken naar de toekomst. Die kijkt natuurlijk ook naar vaccinatieprogramma's, naar alles wat langzamerhand weer een beetje open gaat. En die hopen dat zij de volgende zijn die de deur weer open mogen doen. Ja. Ik kreeg een donatie, maar geen muziek. Nee, we waren van de week aan het pingelen en aan het klooien om wat anders in te stellen. Want heel veel mensen liepen te bleren dat het een hele hoop herrie was. En ze verstonden ons niet meer terwijl de donaties binnenkwamen. Dus we gaan daar eventjes iets leuks op verzinnen. Het is nu een muntachtig geluidje, maar we moeten er eventjes iets leuks en ja, niet te hinderlijks op gaan verzinnen. Maar daar zijn we mee bezig. We proberen altijd te luisteren naar de community, naar de kijkers. Dus ja, dat doen we in dit geval. Ook weer. Goed, Basic Fit, zoals ik al zei, probeert weer te kijken naar de toekomst en denkt weer aan open sportscholen, zwetende mensen en spierballen. Maar goed, dat is er voor nu nog even niet. Grootste verliezer was PostNL met 5,2%, maar was vandaag ook ex-dividenddatum voor PostNL, dus dat zegt altijd wel iets bij zo'n daling. Crypto. Ja, crypto. Jij haalde het dinsdag in de livestream al eventjes aan. Ethereum ziet er wat sterker uit. En Ethereum trekt ook echt weer de kar in cryptoland. En zet met ruim $2600 een nieuwe all-time high neer. Bitcoin heeft echt moeite vanaf die daling. Vanaf 16 april is die ongeveer ingezet. Om terug te komen boven de 56k plus zone. Dat ziet er echt heel anders uit nu. Hè? Ze volgen elkaar normaal gesproken wel redelijk. Alleen de een is iets sterker dan de ander. Nu merk je echt dat bij Bitcoin is de kracht er gewoon eventjes niet. En bij Ethereum best wel. Ja, ik zag vanmiddag al weer zelfs berichten. De flippening, die komt er weer aan. En mensen die gelijk dan in één keer niet meer in Bitcoin geloven. En vol in de alt stappen en de alt season wordt opgestart. Ja. Daar gaan we dadelijk technisch even naar kijken. Daar gaan we zeker technisch eventjes naar kijken straks op het gemakje. Maar goed, dat is inderdaad wat het is. En mensen zoeken altijd gelijk iets waarover ze lekker kunnen ouwehoeren. Dat is hoe het nou eenmaal werkt. Maar goed,
It is what it is, zeggen wij altijd. Oké, mijn shirtje die werkt als het goed is. Ja, die werkt, dat is nice. Oké, dit vond ik persoonlijk even leuk om te doen. Weer eventjes een klein beetje back to basics. Investeren of toch traden was echt wel meer gericht op de beginners. Hè. Heel veel beginners stromen nu langzaam in. Heel veel nieuwe mensen komen ons kanaal binnen. En ja, af en toe moeten we toch eventjes een beetje wat content aanhalen voor de beginners. Maar ik denk dat dit wel weer een nice videootje was met info waar de mensen weer even mee vooruit kunnen. Ja, we proberen echt die balans te vinden. We kunnen niet iedereen iedere dag bedienen. Ja, dat moet gewoon even. Soms komt er wat beginner content inderdaad doorheen. Volgende week heb ik wel weer een paar leuke, misschien een niveautje hoger. Waar de mensen toch om hebben gevraagd een aantal onderwerpen. Ik ga het nog niet verklappen. Maar ik denk wel dat de mensen daarop zitten te wachten. En zo proberen we wel een klein beetje. Ja, het wordt moeilijk hè, als je meer abonnees krijgt. Er zit een hele grote groep in die net nieuw is. En er zit een hele grote groep in die al jaren naar ons kijkt. Ja. Daar moeten we ons doorheen manoeuvreren. Ja, en dat lukt uiteindelijk altijd wel, joh. Goed. De titel alleen al denk ik, ja. BitMEX boefjes slaan nieuwe weg in met legitieme Bitcoin diensten. BitMEX slaat inderdaad een nieuwe weg in. De mensen die BitMEX kennen weten allemaal van het verhaal van de rechtszaken. De dingen die BitMEX verkeerd heeft aangepakt in het verleden met betrekking tot handelen binnen de US. Wat niet mocht en wat ze toch deden. Daarbij cijfers, et cetera, die ze moesten delen met de SEC, wat ze niet gedaan hebben. Al dat soort ellende. Dat is een beetje blijven plakken aan BitMEX. En Arthur Hayes, de man achter het platform, die is een tijdje geleden al heeft hij al een stap terug gedaan. En daarvoor kwam Alexander Hübner in de plaats. Een man met een cv ja, die van de Duitse beursvloer afkomt eigenlijk. Hè, vanaf de Deutsche Börse komt hij. Dus die heeft wel een flinke cv meegenomen om BitMEX weer een beetje op te poetsen. Dat is eigenlijk wat hij kon doen. En BitMEX wil met de nieuwe weg de handel en opslag van Bitcoin gaan ondersteunen. En daarnaast mensen die grote posities aan willen schaffen, ja, educateren, gaan helpen. Dus een beetje een mix van een broker en een Grayscale-achtig platform, constructie-achtig iets willen ze gaan creëren. Ze hebben nog steeds de ambitie om de grootste derivatenbeurs binnen crypto te worden. En ze zeggen dat ze transparanter moeten zijn richting de regelgevers. Gaat BitMEX dit imago zomaar weg kunnen poetsen, Chris? Wat denk jij daarvan? Kijk, ze moeten geld verdienen, dus de inkomsten lopen terug. Die koppositie die zijn ze natuurlijk al verloren. Op derivatengebied zie ik ze ook niet echt snel meer terugkeren. Waar ze zich wel kunnen onderscheiden, want ik weet nog wel dat heel veel grote jongens nog steeds op BitMEX actief zijn. Ik denk dat ze zich daarop moeten focussen ook. Echt op de professionele markt. Misschien grote klanten inderdaad binnenhengelen, begeleiden. Ze komen zelf ook, Arthur Hayes komt ook uit die wereld, hè? Komt echt uit de bancaire sector. Ja, misschien dat daar inderdaad de oplossing ligt. Instaplevel misschien dus juist ook omhoog trekken. Ja, of ze er nog gaan komen, meestal. Ik snap niet als zo'n platform op de top staat, dat ze dan niet doorpakken. Je kan je mening erover klaar hebben en vinden wat je vindt. Maar Binance pakt dat echt wel een stukje beter aan. En ook tegenwoordig wel Coinbase. Coinbase heeft ook wel toch wel een hele tijd lopen slekken. Maar Binance is dan toch wel echt het voordeel. Voorbeeld. En die pakken gewoon echt door. En BitMEX heeft dat gewoon niet gedaan. Die was echt de top of de top. Ze hadden gewoon letterlijk schijt aan hun klanten. Mensen werden door hun systeem benadeeld. En daar hebben ze al die tijd niks aan gedaan. Terwijl dat helemaal geen moeilijke oplossingen waren. Ja, dan zijn dit de consequenties. Ja, en wat je zegt, Binance die blijft altijd doorpakken. Binance blijft altijd alle kansen aanpakken die ze aan kunnen pakken. Maar ik denk toch, als je die twee naast elkaar legt, Binance en Coinbase. Ja, Coinbase voelt iets. Ja, ik wil niet zozeer zeggen echter. Want ik wil niet zeggen dat ze echter zijn of zo. Maar voelt iets. Ik weet niet, iets belangrijker als Binance of zo. Ik weet niet waarom. Niet zozeer omdat ze nu naar de beurs zijn gegaan, maar omdat veel grotere partijen Coinbase misschien toch iets serieuzer nemen als het platformpje waar de mensen de altcoins treden, Binance. Zo hoor je dat dan vaak. Maar het ligt wel. Maar dat zit wel voor nu. Kijk, het ligt er wel een beetje aan waar je vandaan komt. Hè. Je moet niet vergeten, kijk, in Azië
Ja, daar is Binance gewoon de exchange. En daar hebben ze ook nog wel hevige concurrentie van UOB, OKX en zo. Dus dat zit daar wel qua concurrentieslag. Coinbase, ja, is natuurlijk de US. En Nou, Binance gaat echt wel misschien moet ik het zo proberen goed de grond formuleren. te Want krijgen daar. Binance pakt het iets beter aan qua marketing. Ja. Coinbase is iets zakelijker. Ik denk dat Ja, dat ze het is. proberen serieus over te komen. Zo. Ja. Ja. Ik denk dat dat het is, Nou. inderdaad. Maar goed, ja, timmeren allebei gewoon gigantisch hard aan de weg. En ik denk dat voor BitMEX, ja, na zoveel shit over je heen, dat het echt wel lastig is om ja, jezelf terug te manoeuvreren in die positie. Ik Maar goed, denk het niet meer. ik denk Misschien het ook als niet. niche, als liquidity provider of weet je echt die professionele diensten, daar misschien iets in, custodian services. Maar ik denk dat het wel, einde verhaal een beetje. Denk het ook. Ik denk dat dat niet iets is waar je zomaar eventjes van terugkomt. Goed, dan wilde ik het nog eventjes hebben over iets anders. Want de mensen, ja, de een vindt het eng, de ander vindt het prima. De een boeit het helemaal geen reet. De digitale euro, die komt eraan. En heel veel mensen verwachten bij een digitale vorm van geld dat dat een crypto gaat worden dadelijk. Maar dat is natuurlijk niet zo, want we hebben het al vaker erover gehad. Er komt uiteindelijk een digitale vorm van geld, maar dat gaat absoluut geen Litecoin worden of geen Bitcoin of geen. Dat gaat het niet worden, want de overheid wil altijd de touwtjes in handen hebben. Dus er komt een digitale vorm van geld straks. 50% zegt: ik wil dat wel, ik vind het prima. De andere helft zegt: ja, ik wil dat niet, ik zie dat niet zitten. Voor de overheid is het natuurlijk gewoon een manier om het cashgeld uiteindelijk gewoon weg te drukken. En in de toekomst zo alle geldstromen in de gaten te kunnen houden in verband met witwassen en zo. Dat is gewoon natuurlijk waar het om draait uiteindelijk. Ze gaan dit jaar beginnen met pilots voor wat betreft digitaal geld. En over 4 jaar dan, ja, dan moet de tijd rijp zijn voor een digitale vorm van geld. Maar ik persoonlijk, kijk, ik snap dat sommige mensen zeggen: ja, ik vind het maar niks, want dan kunnen ze zien wat ik doe, is mijn privacy, dat begrijp ik heel goed. Maar ik persoonlijk denk dat ik daar helemaal geen bal van ga merken, want ik heb nooit cashgeld. Echt nooit gewoon. Alles doe ik gewoon overal hakkenpas doorheen. Dus ik denk dat ik daar niet zozeer iets van zou merken. Maar ik snap dat sommige mensen het niet leuk vinden. Ja, het probleem is dus gewoon, kijk, er zijn heel veel voordelen, maar ja, ik snap het nadeel. En het nadeel is echt serieus, want we leven tegenwoordig in een samenleving. Er zijn partijen die gewoon meer van jou afweten dan dat je eigenlijk zelf van jezelf weet. En dat is gewoon echt wel fucking scary gewoon. En Dat is dat het. gaat echt zo ver en zo diep. In principe hoeft het geen probleem te vormen. Maar als dat soort informatie bij verkeerde mensen komt en je ziet gewoon de ene datalek na de ander. Ja, dat stelt mij niet zo heel erg gerust. En meestal als de overheid iets doet, dan is het toch ook een groot zooitje. Maar ja, het gaat eraan zitten komen. Je kan daar niet omheen. Ja, het is evolutie van geld. Weet je, en eens in de zoveel tijd heb je zo'n overstap. Dit zit eraan te komen, je kan er niet omheen. En ze zullen het zo goed mogelijk moeten dichttimmeren. Ja, we hebben het ermee te doen. Ja, we hebben het er al vaker over gehad en jij zegt: dit is de evolutie van geld. Maar als je gaat kijken hoe geld geëvolueerd is de afgelopen eeuwen, ja, vroeger had het nog een waarde en betekende geld nog iets. Ja, geld is tegenwoordig al helemaal niks meer en dadelijk is het een stukje gebakken lucht. Ja, het is al niet bijzonders meer eigenlijk geld. Vroeger was het, had het ook echt waarde. Tegenwoordig hechten we er waarde aan, maar heeft het totaal geen waarde meer. Maar goed, het is what it is, boys. Goed, we kregen een paar donatietjes. Nederland 1 die zegt: kunnen jullie naar de Crypto Michael, hoeveel staat Ajax Utrecht coin kijken? Geintje, Crypto Michael, ik waardeer je kanaal zeer. Maar ik denk dat Ajax dus achter staat of zo, als ik Nederland 1 zo begrijp. Prachtig ook om te zien die strijd die tussen hun al langere tijd speelt. Voetbal, jongen, dat maakt toch een hoop los bij mensen. En ik snap daar geen reet van. Ik heb helemaal niks mee met voetbal. Rob, die zegt: bedankt heren voor de persoonlijke touch en de medewerking met mijn cadeau gisteren. De Swing Trade cursus. Groetjes Jesse, Ties en Saar. Ja, lachen. Top. We krijgen ja, regelmatig wel eens een aanvraagje van: joh, mijn man of mijn vriend of weet ik veel wie, die is jarig en ik wil hem graag leerprogramma geven. Kunnen jullie eventjes een berichtje maken en wat inspreken voor zijn verjaardag? Nou, dat hebben we gedaan. En Rob, nogmaals gefeliciteerd. Oud pikkenbaas.
Sjoerd Lomme die zegt, kaching, kunnen jullie BTS, BTC meenemen? Ik had hem al opgeschreven. En Sniper Monkey die zegt, dag mannen, vorige keer vroeg ik of jullie het over CCIV konden hebben. Volgens mij zijn jullie dat vergeten. Nou, volgens mij hadden we vorige keer meer dan 1500 kijkers en was het heel erg druk. Sniper Monkey, dus we doen echt ons best. Hij staat er weer op en we gaan er vandaag zeker even naar kijken. Beloofd is beloofd. Goed, voor de mensen die er lekker zijn vandaag in de livestream. We zitten weer op 1000 kijkers en 200 duimpjes. Smash even op die duim, is voor jullie een kleine moeite. Voor ons een groot plezier en een blijk van waardering. En heb je nog niet geabonneerd op het kanaal, zeker even doen. Gaat Chris richting de charts en kunnen jullie in de chat droppen wat jullie willen zien aan crypto's, aandelen, commodities. Noem het allemaal maar op en wij gaan vandaag voor jullie weer lekker charten. Even kijken. Ajax heb je meegenomen. Zo, wat is gebeurd? Ja, ik zag het al. US die is toch wel even gedumpt. We begonnen zo goed. Even kijken hoor. Tesla min 3%. Twitter min 4%. Even kijken. Qualcomm ook weer omlaag. Pfizer omlaag. Hey, Pfizer, dat is misschien... die staat op mijn watchlist, maar die, ik denk dat die nog iets te hoog staat. Farming ging wel omhoog, geloof ik vandaag. Even kijken, Intel. Echt alles gaat het rood in. Dat zag er echt vanochtend, nou vanochtend, vanmiddag natuurlijk, zag het er beter uit. Thomas de Jong, tik even in, doop je belasting en die video die vind je, want die is er gewoon. Oké. Ja, is niks aan te doen. Als we dan even kijken naar de crypto's, dan zien we dat Bitcoin staat op 53.000. Oh jee, dan kan het haast niet anders dat er paniek is. Er moet paniek zijn. Paniek in de tent. Is er al paniek? Is er paniek? Nee, volgens mij valt het nog. Volgens mij is iedereen nog tranquilo. Dus gaan we nu naar 40.000, dan worden ze gek, denk ik. Ja. 2550 voor Ethereum. Hij heeft ook al de 2600 bijna aangetikt. Dus ook een klein stapje terug. Is voor de rest echt nog niks aan de hand. Zijn er coins die tegen de stroom ingaan? Ja, Dogecoin een soort van. Maar ja, die is natuurlijk ook al vanaf de high bijna. Volgens mij 50 cent hebben we ook al aangetikt, toch? En dat staat op 30 cent. Zeker. Dus als je niet zeker, zijn er 30, 40 cent gedaald al, of zo. Dus. Ja, dat is gewoon weer... Ik hoop dat de mensen nou eindelijk een keer geluisterd hebben. Ja, we hebben letterlijk afgelopen dinsdag in de stream hebben we letterlijk gezegd... SafeMoon, Dogecoin, boys, kijk nou uit. Kijk nou uit, neem alsjeblieft winst als je in die gekke zooi zit. En wees voorzichtig. En ik hoop ook dat de mensen dat gedaan hebben. Want allebei zijn ze geloof ik gigantisch in elkaar gedonderd. En dan zeggen mensen, oké, moet ik dan nu gaan kopen? Moet ik dan nu gaan inslaan? Ja, heel lastig. Ik kreeg vandaag ook weer mailtjes over allerlei andere nieuwe projecten. Die pas 5 dagen op de markt zijn of zo. En dan zeggen ze, ja, hele mooie toekomst. Ja, hoe weet je dat dan? 5 dagen. Ze moeten zich nog bewijzen. Ze hebben nog helemaal niks gedaan. Gewoon niet doen. Als je wil gokken, ga je naar het casino. Ja, fundamentals, die zijn er gewoon niet. Ze hebben zich nog helemaal niet bewezen, nog helemaal niks. En een mooi whitepaper is niet garant voor een mooie toekomst, hè, boys. Wees echt voorzichtig. Ja. Even kijken. Ja, alles gaat een beetje terug, maar dat mag ook wel. Hè. We waren aardig op weg. Solana... Die heb ik toch de afgelopen maanden toch wel regelmatig tegen de stroom in zien gaan. Zelfs Neo test nu ook terug. Ja, er is gewoon bijna niks gekomen. Dus het is gewoon even een beetje, ja. Waarschijnlijk is er iets met Biden. Ik zie heel veel mensen zeggen Biden. Wil taxes verhogen, wil belastingen gaan verhogen. Ja, maar dit is gewoon, weet je, mensen zoeken altijd een nieuwtje erbij. En dat heeft geen zin. Ja, is ook zo. Dat heeft geen zin. Dat slaat nergens op. Dit is gewoon een correctie en die komen en die gaan. Market cap is nog steeds 2 biljoen. Dominance is nog steeds aan het teruglopen van Bitcoin. Daar kunnen we daar ook wel even naar kijken. Volume is nog steeds aan de goede kant. Dus outflow is ook nog steeds aanwezig bij Bitcoin vanaf de exchanges. En dat geldt niet alleen voor Bitcoin, hè. Dat geldt ook gewoon voor Ethereum. Er wordt ook redelijk veel opgekocht, helemaal met die update die eraan zit te komen.
Ja, dat is gewoon interessant. Ik zag zelfs dat mensen in Nederland weer echt aan het minen zijn gegaan. Kijk, Bitcoin weten we eigenlijk al een tijdje dat het hier netto niet echt rendabel is om Bitcoin te minen. Maar het schijnt toch dat Ethereum, dat je er toch wel een leuk centje mee kan verdienen op het moment. Dat is natuurlijk interessant voor de hobbyminer. Die rigs die zijn ook veel kleiner. Dat zijn gewoon een paar videokaarten. En daardoor heb ik dankzij jullie geen PC thuis. Dat is gewoon wel leuk voor iedereen die dat gewoon thuis kan doen. Het geeft een teringherrie en heel veel lawaai. Maar je hebt tenminste iets. Je ziet iets en je houdt het netwerk in stand. Hè? Zo, maar weet je nog bij Johan? Toen we die DopeCash logo gingen laten tatoeëren. Ja. Ja. Zo, wat een herrie maakte dat, zeg. Het geeft echt een lawaai. Helemaal als je meerdere van die rigs hebt staan. Ja, ik weet niet of de mensen wel eens een drone hebben gehoord, maar daar lijkt het gewoon echt op, serieus. Ja. Wat een herrie, zeg. Even kijken, zullen we gewoon beginnen met Bitcoin? Ja, laten we hem daar lekker mee aftrappen. Neem ik daarna eventjes de donatietjes mee en dan gaan we eventjes proberen een leuke mix te maken vandaag met aandelen. Ik zag zelfs een forexje voorbij komen. Neem een forexperrinkje weer mee. Gaan we lekker charten. Even kijken. Bitcoin. Dumpt een beetje, dus dan raken de mensen in paniek. Zijn we al iets geks aan het doen? Kijk altijd liever even op een lege chart. Is gewoon makkelijker. Ik zal deze zelfs weghalen. Dat was van een post van Twitter. Is op zich niet super belangrijk. Hi, altijd maar hi. Lokale low is nog steeds een higher low, hè, ten opzichte van de vorige swing. Swings kan je ook heel makkelijk in kaart brengen. Hè? Dus zeker als ze tot een nieuwe higher high leiden. En een higher high is gewoon in dit geval ook echt een all-time high. Ja, dan geeft dat gewoon iets meer waarde, iets meer betekenis. Hetgene wat we echt moeten vasthouden, dat is gewoon deze swing. En het gaat niet alleen om deze swing. Ga nou naar links kijken. Dit is gewoon echt heel basic, heel... Nog niet moeilijk, geen technische analyse. Ik kijk nog helemaal niet echt naar de structuren. Maar kijk gewoon wat er hier gebeurd is. Dit is gewoon een belangrijk prijspuntje wat gewoon in het verleden ligt. En daar komen dit soort leveltjes uit voort. Accumulatie, expansie, ga je terug, resistance wordt support. Ben je nu aan de binnenkant aan het testen en dan wil je wel boven blijven. Dus je wil dit... We kunnen dadelijk met een lage tijdscherm kijken of je hier nu nog kan instappen. Dat is op zich wel interessant. Maar je moet wel begrijpen dat als je een leveltje hier verliest, dat er gewoon expansie werkt naar boven, maar werkt ook naar beneden. Dus als je even er doorheen gaat, ja, dan is even de spanning weg. Dan zijn daar ook de buy orders, die worden dan even weggehaald. Long term is er echt niets aan de hand. Er is niets veranderd. Ook met de Bitcoin dominance en Ethereum die het over gaat nemen. Dat is allemaal lariekoek. Dat gaat niet gebeuren. Maar ten tweede, het maakt niet uit. Heel veel mensen denken ook als die dominance van Bitcoin daalt, dat de waarde van Bitcoin daalt. Dat hoeft helemaal niet. Dat betekent gewoon dat de totale markt groter wordt. Dat kan ook, hè. Het hoeft niet altijd met een daling gepaard te gaan. Als we dan op de lage tijdscherm kijken, want we zijn eigenlijk alleen nog maar naar een lege chart aan het kijken, dan zie je dat we de huidige impuls nog steeds aan het testen zijn. Dus dat betekent dat je nog steeds in die prijsrange zit. Ga je gewoon steeds naar een lagere tijdframe, totdat je iets ziet. En het is eigenlijk allemaal wicks, hè. Dus het is allemaal liquiditeit. Ik denk dat je dit in een heatmap ook gewoon kan zien, letterlijk. Daar liggen gewoon orders. Het lijkt erop alsof ze hem op willen kopen. Hier had je op zich ook best wel in kunnen stappen, hoor. Ik denk dat dat nog ineens een recht gekke entry is geweest. En gaat hier uiteindelijk doorheen? Dan maakt het niet uit, want dan heb je stoplos. We zien ook dat er heel veel mensen bang zijn om een trade te nemen, omdat ze nu het gevoel hebben, ook het gaat dumpen. Maar als je die trade nooit neemt, dan kom je dus ook nooit in positie. En dan gaan de mensen pas weer naar een trade kijken als dat ding dadelijk weer gaat pumpen. En dan is gewoon, je RR is gewoon slechter. En probeer die trade, als het ongemakkelijk aanvoelt, probeer hem dan juist te nemen. Want we zien gewoon heel vaak dat dat de beste trades zijn. We hebben dat bijvoorbeeld een paar maanden geleden uit mijn hoofd. Dat was de laatste echte grote add-on die we op Ethereum hebben gemaakt. Die hebben we ook met jullie gedeeld tijdens een livestream, tijdens Twitter, op Twitter. Dat was volgens mij eind
februari, begin maart. En dat was, we zijn echt letterlijk in die wik bijna gevuld. En dat was gewoon een hevige dump. En voelt dat dan ongemakkelijk? Ja, tuurlijk. Maar als je die trade niet speelt, dan kom je dus nooit in positie. En dan kan je dus ook nooit profiteren van die echte keiharde run die er daarna is gekomen. Nou, dat geldt voor Bitcoin eigenlijk hetzelfde. Dus als de mensen nu vragen aan mij, waar ben je meer geïnteresseerd in Ethereum of Bitcoin? Ja, dan is daar maar één antwoord. Dat is op dit moment Bitcoin. Waarom? Omdat Bitcoin achterblijft. Dat betekent gewoon dat ik een betere RR heb. Ik kan een betere trade maken. Dat betekent niet dat ik niet geïnteresseerd ben in Ethereum. We zitten al in Ethereum. Daar had je eerder je kansen moeten nemen. Die hebben we ook uitgebreid gecoverd. Die is nu gewoon bezig met een push opwaarts. Bitcoin vind ik interessant voor accumulatie nu. Wat ik sowieso graag teruggetest wil zien. Dan kunnen we eigenlijk even wat date chart erbij pakken. Ik denk ook, mijn levels zijn weg. Dan zie je eigenlijk dat we nu gewoon letterlijk op een leveltje zitten. Het was een mooie entry geweest. Het was een mooie entry geweest. Ik heb geen orders openstaan, maar dat had een entry kunnen zijn. Eerste target zou dan zijn, witte lijntjes op zich wel redelijk netjes, maar eigenlijk wat je echt terug wilt testen, daar hebben we vorige stream ook al meegenomen, is gewoon die 60k. Daar zit gewoon een inefficiëntie, noem ik het maar, in de markt, omdat de prijs daar in één keer weg is gevallen. En dat heeft het werkt misschien hetzelfde als een gap, als de CME gaps die jullie kennen. Dat betekent dat daar gewoon orderbehoefte is. En dat is op zich, vanaf hier, zou dat echt wel een serieuze trade zijn. Dan hebben we het gewoon over 14%. Dat is zelfs swing trade waardig. Als we dan op de iets hogere tijdframe kijken, is dit een leveltje to hold? Ik denk het wel. Ik denk dat je niet meer veel lager in deze range moet gaan zitten. Kijk. Kijk, okay, kijk. Okay. Dat gebeurt ons ook nooit, hè? Ik zat er net op te kijken. Ik denk, heb ik hem nou uitgezet, ja of nee? Nee, gaat uiteindelijk vanzelf uit. Ik zal even kijken. Ik denk dat ik het al eerder heb gedaan. Nee, ik denk dat echt het level to hold is echt, ja, hetgene waar we nu een beetje rondhofferen. We zitten er nu nog net boven. Ja, 52, 700, 52, 500 is ook de onderkant van de liquiditeit. Je ziet de WIX ook, hè. Dus de orderbehoefte, die is daar wel. Ik zou geen 50k spelen. Dat leveltje verlies je dan wel. En dan kan je in één keer wel expansie krijgen naar beneden. Dus wat naar boven werkt, werkt naar beneden ook. En dan heb je een kanteling van constructie. Dat betekent niet dat, dat Bitcoin afgeschreven is. Ik denk persoonlijk nog steeds dat Bitcoin dit jaar wel, dat we dit jaar 100k kunnen zien. Daar verandert dit niets aan op dit moment. Dat is gewoon een klein beetje vooruitkijken. En dat is meer gebaseerd op dit moment op de fundamentals. Dus we hebben gewoon die halving, die schaarsheid, die wordt steeds groter. We zien gewoon dat animo toeneemt. Maar de Bitcoin-markt is op dit moment nog niet volledig volwassen. Dus het is nog steeds voor echt de hele grote partijen moeilijk om Bitcoin binnen te komen. En daar moet echt nog de liquiditeit verder voor omhoog. Die markt moet ook echt nog groeien. De Bitcoin-markt is kleiner nog steeds als de zilvermarkt. En de goudmarkt. Ja. Ja, dat is wel, weet je, op wereldniveau is het nog wel, als je Bitcoin bij elkaar optelt, ja, dan staan we, kan je ons nog steeds vergelijken met corporate niveau. Dus er zijn een aantal verschillende bedrijven die nog steeds groter zijn als Bitcoin. Ja, dat kan niet. Dat moet groter. Dus dat moet ook wel gestaag groeien. Dat moet langzaam, anders gaat het misschien ook te snel. Maar ja, dat is gewoon eigenlijk meer vooruitzicht. Ik zou er niet zo raar van opkijken als we nog steeds een 100k Bitcoin dit jaar nog gaan zien. Even kijken, als we dan op de korte termijn kijken. Ja, level to hold 52, 700. En daar had je echt een trade ook kunnen nemen. Misschien als er nu nog een keer een terugtest komt, moet je uitkijken. Nooit twee keer hetzelfde leveltje testen.
ordertje wat je nog steeds kan spelen is richting 60k. 60k hebben we vorige stream ook al aangehaald. Is voor mij wel short waardig. Dus daar zou ik wel een short nemen. En dat is puur om te hedgen. En dat is gewoon een verzekering ter voorkoming van... dat je echt die kanteling van constructie wel een klein beetje moet gaan indekken. Je kan niet alleen maar blind omhoog kijken en denken, het komt wel goed. Uiteindelijk komt die holdpositie, die komt daar. Maar we zijn ook nog bezig met het traden. En dat is vooral het swingtraden. Dat moeten we gewoon indekken. De top is dit uiteindelijk de top geweest? Dus wat was het? 65.000? Dat kan, maar... Ik kan dat nu nog niet bevestigen, omdat ik nog een heel belangrijk punt mis. Dat is gewoon, ik heb nog geen confirmatie. Dus ik heb die swing hier omhoog nodig. Ik heb die rejection nodig, anders kan ik dat niet bevestigen. Higher low is nog steeds intact, dus gewoon je plan treden. Geen gekke dingen doen, niet in paniek raken. Instappen, en ik denk als je er net al was ingestapt, had je nu al een paar honderd dollar meer in de plus gestaan. Gewoon treden wat je ziet, niet wat je verwacht. Inderdaad. Goed, er lopen Bitcoin opties af van de week. Heeft het te maken met de daling? Dat zegt Chris in het begin ook al. Mensen zoeken altijd iets om ergens tegenaan te prikken. Hij is er, profiteer ervan of doe niks. Maar raak niet in paniek, doe geen gekke dingen. Het hoort erbij. En ja, dat opties aflopen. We zeggen het elke keer als ze aflopen aan het einde van de maand. En puntje bij paaltje gebeurt eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel. Maar goed, dat... dat is gewoon hoe het werkt, boys. Goed, ik sprak van de week een oude vriend van mij. En die woont in de buurt waar ik aan het kijken ben voor een huis. En toen zei hij ineens, hey, gast, super tof en echt super nice wat je allemaal aan het doen bent met het investeren in het kanaal. Echt super gaaf om te zien. Ik ben zelf ook een beetje bezig met crypto. En ik zit in de community van Gulden en dit en dat. En hartstikke nice. En hij heeft de boys even opgetrommeld, want ze zijn wakker hoor. Ik zag ze voorbij komen in de chat. Gulden, de Nederlandse Bitcoin. En ja, gulden. Ja. Als ik daaraan denk, dan denk ik ook aan een stukje nostalgie. Maar ze zijn heel erg hyped. Omdat sinds de laatste analyse die jij gemaakt hebt, is gulden gigantisch omhoog geschoten. Ja, maar we treden uiteindelijk alles. Maar vergeet niet, gulden is echt een oude coin al, hè? Ja, nee, het bestaat ook al heel lang. Dat is ook zo. Maar goed, hele dikke pump laten zien. Ik denk ook dat alles wat eronder ligt is redelijk dicht. Maar we kunnen er zo heel eventjes vlug naar kijken voor jullie speciaal vandaag eventjes. Maar ik neem eerst eventjes de donatietjes mee die ik gemist heb. Even koeken. Hans leggen zijn ei is er weer bij. Dat ruikt nog ook. Ken je dat gevoel dat je op je bankrekening kijkt en er opeens keiveel geld op staat? Nee, ik ook niet. Oké, Hans leggen ei. hij is weer aanwezig hoor vandaag. Peter zegt, wat vinden jullie van RBLX? Geen idee, maar we kunnen wel even kijken. RBLX. En ik zag het in de chat al voorbij komen. Wat zei jij, Chris? Roblox is dat volgens mij. Nee, Roblox is nano geworden, toch? Nee, Roblox. Oh, Roblox. Oké, nice. Nou, dan gaan we daar zo eventjes induiken. Nederland 1 is weer op jacht vandaag. $200 euro. Zo. Die eventjes in het jarretje. Hij zegt... Voor biertjes, voor de moderators van de stream, als het weer kan, doen belangrijk werk voor het kanaal. Crypto is de toekomst. Nou, dat ben ik zeker met je eens, Nederland 1. En ik zal zorgen dat de eerstvolgende keer dat wij weer aan het eten gaan, dat we daar een hele tafel vol met biertjes van gaan bestellen. Dat we daar een mooie foto van maken en dat ik dat even met je ga delen. Want dat gaan we, zodra dat weer kan, jongen, ik heb daar zoveel zin in om gewoon lekker uit eten te gaan, weer met de boys en leuke dingen te gaan doen. Maar dat is... nog even wachten. Kom je in Brabant wonen? Nee, ik kom niet in Brabant wonen, Veronique. Nee, dat ga ik niet. Nee, dat is niks voor mij. Dat gaan we niet doen. Oké, Chris. We gaan eerst een blik werpen op CCIV. Want dat zouden we nog doen de vorige keer. CCIV, Churchill Capital Corp. Oftewel Hyperche. Dat was het even. Maar ik had de chart voor mezelf er al even bijgepakt. En bij mij stonden er nog twee leveltjes. Eentje op $18 en eentje op $10. $18 had een fillertje geweest nu. En de eerste volgende kans, ja, ik denk een beetje legit de kans ligt echt rond die $10. Maar laat jij je gedachten er maar eens even over gaan. Even kijken. Heel moeilijk leesbaar sowieso. We hebben natuurlijk... Dit is een spak toch gewoon? Ja, dat was het zekers. Dit is een spakje.
Zeker, dat was het hypertje. Dat was een van de eerdere, toch? Ja, even kijken. Die beginnen natuurlijk altijd op $10. Dat is de startlisting. Je ziet eigenlijk op zich best wel mooi de expansies hier liggen. En tot nu toe zijn ze best wel redelijk teruggetest allemaal. We hebben een prijssprong gezien naar, ja, wat was het, $65. En vanaf die high is het eigenlijk in één rechte lijn naar beneden gegaan. Min 70% sta je op dit moment. Wat kan je hiermee doen? Nou, je kan elke terugtest kan je gaan traden. Dat is op zich geen probleem. Ik weet niet of het waard is. Dat kunnen we even inmeten. Nou, ik vind de laatste al een beetje mager. Dit was op zich wel een redelijke trade, denk ik. 20%. Ook, ja, het is niet echt je van het, hoor. Deze was serieus, 50%. Ja, daar ligt er eigenlijk nog maar eentje open. Ga ik hier lokaal instappen? Dat vind ik moeilijk. Dat vind ik moeilijk. Dan zou ik toch wel even daarin gaan duiken wat ze nou precies doen. Het ziet een beetje gek uit eigenlijk. Ik kan wel op de lage tijdschema gaan kijken, hoor. Er ligt hier op zich nog wel een play, denk ik. Dan moeten we ergens voor de higher low gaan. Want we hebben wel een kwartier gain, heb ik hier. Maar het is echt lage tijdframe gerommel al wat je hier aan het doen bent. Higher low op 1870. En dan spelen we dus de constructie. En dan spelen we hier dus ook de reversal. Doen we dat niet, krijgen we hier rejection. Dan is het gewoon continuation naar beneden. Hè? Dus dat geldt niet alleen voor Bitcoin. Dat geldt voor commodities. Dat geldt voor SPAX. Aandelen, prijsactie is altijd hetzelfde. En daarom proberen we de mensen prijsactie te leren. Als we hier niet omhoog gaan, krijg je rejection. Krijg je continuation naar de benedenzijde. De volgende leveltje staat dan al klaar. Is 1460. En 1460 ben ik wel bereid om sowieso te traden. Omdat dat het enigste leveltje voor de eindexpansie is geweest. Dat is dus ook je enigste prijspunt wat je goed kan spelen. Naast dit soort, ja, wat is het? Het is daytrade, scalpjes moet je het misschien zelfs zien. Hier ga je in, stel hem veilig. Gaat hij dan omhoog, dan laat je hem lopen. Maar dat doe je echt met een strakke stoploss. Hier kan je hem ietsje losser erin zetten. En dan kan je wel op de kwartier ook gaan inzoomen wat er daar gebeurd is. Zien we ook een soort van gapje erbij staan. Is de vraag waar je hem op wil pakken. Ja, dit is wel even. Het is vervelend dat die wicks zo raar lopen. Maar dan zou ik hem voor de zekerheid toch hier. Ik zou hem hier pakken eigenlijk. 1450. Kan je bij heus wel iets frontrunnen. Daar zou ik erin kijken. En dan heb je denk ik best wel een redelijke kans van slagen, hoor. Dat je wel een serieuze trade te pakken kan hebben. Want dat zou wel. Naar de vorige rejection. Een kleine 35% moeten opleveren. En doet hij dat daarna niet? Nou ja, ik ga ervan uit dat dat target wel bereikt wordt. Maar gaat hij niet verder? Pak dan die TP. En klap die naar beneden. Ja, ik zou het normaal niet snel aanbevelen, maar sluit hem dan maar gelijk, want dan gaat hij waarschijnlijk onder water. Dan gaat hij er dwars doorheen. En dan zou hij zelfs naar de start van de impuls terug kunnen gaan. En dat is natuurlijk niet super nice. Dat is niet wat je wil zien. Je wil kanteling in constructie zien. Dus speel echt op wat je ziet, niet op wat je verwacht. Dat moeten mensen echt gaan leren. Dus niet op gevoel treden. Ook niet Bitcoin dump, shit, ik durf niet meer in te stappen. Kijk naar wat je op de chart ziet. En dat geldt hiervoor hetzelfde. Dus higher low play kan je spelen. Of de volgende terugtest. Allebei legit trades. Lekker, lekker. Ik ga eens even kijken of dit überhaupt interessant is om naar te gaan kijken. Dat kan wel. We gaan even kijken naar Peukies, Chris. We gaan kijken naar Philip Morris. Ja, we zitten zelf ook wel in de peukies. Alleen we ja, ik vind dat dat wel echt een dingetje is trouwens. Wat ook wel is. Wat, ik voel dat een beetje veranderen. Dat voorheen was het allemaal nog prima. En was het gewoon enigszins misschien nog stoer. Of kon het overal nog. Maar je mag natuurlijk op veel minder plaatsen roken. Je kan op veel minder plaatsen roken. Ik zag laatst een foto van. Wie was dat nou?
maan of zo voorbij komen. Een of andere shoot. Dat mensen liepen te klagen dat ze met een peuk stond. Ja, als je dat dan ziet, denk ik, ja, het is niet meer eigenlijk van deze tijd. Ja, hè? Het is niet. Ja, ja. Het wordt een beetje. Ja, het is niet meer zo hyper als vroeger. Ook veel jongeren toch niet of zo. Ja, nee, ja, eens. Ik rook zelf ook niet, hè. Maar kijk, dat is wel Nederland. Zelfs in Europa heb je echt nog... ga naar Frankrijk of naar Italië of Spanje ook wel. Ja, dat is gewoon nog volop paf, hoor, de hele dag. Dus daar is het nog wel echt normaal. Vergeet ook niet, dit zijn bedrijven die opereren wereldwijd. Hè? Dus in Zuid-Amerika wordt nog heel veel gerookt. In Azië is echt een hele grote afzetmarkt. En wat eigenlijk al die grote fabrikanten doen en wat... we zitten zelf in Altria. Dat is van Marlboro gewoon. Die bedrijven ontwikkelen zichzelf ook door. Dus een aantal jaar geleden durfde niemand meer PostNL te kopen. Niemand durfde er meer aan te komen. Iedereen dacht, ja, Post is over en uit. Maar PostNL is afgelopen jaar een paar 100% gestegen gewoon. Omdat ze nu pakketjes doen. En ik ben echt al bezig met die volgende stap. Tuurlijk, dat roken, dat is gewoon nog steeds een stabiele inflow van cash. Dus daar hebben ze gewoon nog een vaste cashflow aan. Alleen ze zijn echt aan het doorontwikkelen met die e-dingen en zo. Ja, daar geloof ik zelf ook niet zo heel veel. Ze zullen daarna wel weer met iets nieuws komen. Een nieuwe oplossing. En het voordeel van dat soort bedrijven is dat ze gewoon een hele grote oorlogskast nog hebben. Daarnaast stappen ze natuurlijk nu ook in de cannabis, zien we verschillende bedrijven erin stappen. Ik denk dat daar wel zeker een niche-markt in het begin in zit. En we zien wel wat eruit voorkomt, want wat ze wel allemaal doen, en dat is zeker, is dik dividend uitkeren. En dat is wel gewoon super nice voor je stabiliteit van je portfolio. En ik denk ook wel dat er heus wel weer... aantrekkingskracht weer terugkomt in dat soort aandelen. En dat heeft helemaal niks ermee te maken dat je dan de roken stimuleert of zo. En inderdaad, ook het tegenovergestelde, hè, Chris. Want ik zag in de chat ook al voorbij komen. Stel je voor dat je anno 2021 nog in Philip Morris investeert. Als ik het over investeren, ik had het meer over het beeld wat ik voor mezelf denk te zien, hè, buiten. Want ik zie ook iemand zeggen, ja, 10 van de 8 van mijn vrienden uit de groep zijn een jaar of 19. Die roken allemaal, of 8 van de 10. Misschien word ik gewoon een oude lul, dat kan ook. Maar investeringstechnisch boeit me gereed, hè, wat ze doen. Nee. Als je er geld aan kan verdienen, dan kan je er geld aan verdienen. Je moet in traden en investeren geen voorkeur hebben voor, daar ben ik principieel tegen. Want dat heeft niks met investeren te maken. Dat is het domste wat je kan doen. Weet je, het probleem is, ik snap dat jij persoonlijke... Natuurlijk stimuleer ik roken niet. Ik vind roken, persoonlijk, ik vind het smerig. Weet je, ik doe het zelf ook niet. Maar ik besef me wel, ik ben aan het beleggen en ik ben aan het traden om geld te verdienen. Dan moet ik dat op de best mogelijke manier doen. Hè? En als ik daar een tool heb die ik daarvoor kan gebruiken, laat ik dat niet links liggen. Dus ik gebruik alles wat ik kan gebruiken. En daarna, als je dan persoonlijke doelen hebt of je wil iets nastreven, ja, dan kan dat, weet je. Maar je gaat die dingen niet mixen. Je maakt het jezelf al... De meeste mensen vinden het al moeilijk, het beleggen en het traden. Gaat jezelf niet nog moeilijker maken. Even kijken. Ziet er op zich wel nice uit. Moet je nu instappen? Nee, ik denk dat nu niet super, super interessant is. Ik zit nu op de monthly zelfs, hè. Even kijken. We zien nu een expansie naar boven. De terugtest is wel interessant. Als we nou dit doen en we doen dit... Ga ik even nu naar de daily. Want dat is op zich wel een redelijke move, hoor. Nee. Zo. Ja, 15%. En dan denk je, 15% is niet zoveel. Maar dit zijn dividend cashers gewoon. Dus dit zet je 5 jaar in je portfolio. Of 10 jaar in je portfolio. Kijk je niet naar om. Dividend herinvesteren. En dan verdien je echt te knaken. Ik denk ook dat... MO, dat is dan de tegenhanger van dit bedrijf. Die staat volgens mij in de top 10 best presterende aandelen ooit. Als je dat gewoon had herinvesteerd met de dividend erbij, had je meer rendement gemaakt als menig big tech giants. En dat is gewoon long term, is dat gewoon een strategie.
Dus ik ben zeker geïnteresseerd in dat soort bedrijven. Dat betekent niet dat mijn hele portfolio vol zit ermee, maar wel zeker een deel daarvan. Dat zijn gewoon dividendknallers. Ja, en als die goedkoop zijn, dan moet je die oppikken. Dit soort aandelen moet je dus niet oppikken in een extensie. Dus wacht echt op die pullback. 88, 70. Okido, nou dan gaan wij vlug eventjes een blik werpen voor de boys op gulden. Ondanks dat die uitgebroken is en we dat soort dingen vandaag eigenlijk niet zouden doen. Maar iedereen is zo lijnend enthousiast. Chris, je entry was top. Hij is gehit, hij is geknald. Kunnen jullie alsjeblieft even een blik werpen? Even kijken. Ja, hij is zeker geknald. En of die geknald is, jongens. Hij is zelfs verder daarna gegaan als dat wij... Even kijken, dit was de entry eigenlijk, de eerste play. Dus als ik hem op de 4 uur bekijk, zie je hem beter. Dit was de play die wij hebben gespeeld. Dus hier heb ik hem ook ingemeten. Dat was 220%. We zijn nu weer bezig met een nieuwe expansie. Leverage wordt op zich ook wel redelijk gerespecteerd. De terugtest was wel serieus. Maar dat kwam volgens mij precies overeen met die dag dat Bitcoin ook een stuk terugtest maakt. En dit zie je wel op... de relatief kleinere altcoins. Hè? Dus je ziet gewoon, dat heeft niks met gulden te maken, maar gewoon alle kleinere altcoins. De liquiditeit is gewoon iets lager. En we zien gewoon als er grote orders doorheen komen, dat je dan volatiliteit krijgt. En dat is iets wat je in moet calculeren. Je ziet soms uitslagen van 20, 25, 35% dat er gewoon een wick doorschiet. Dat hoort er een klein beetje bij dit soort coins. Had je dit dus ook opnieuw kunnen oppikken? Ja, wel moeilijk hoor, wel moeilijk. Je had de entry wel op de basis kunnen nemen. Ik weet niet of heel veel mensen hem op dit moment daar hadden ingepland. We zijn bezig met de volgende impuls. En de volgende impuls, wat we nu doen, is al iets... Qua prijsactie vind ik het al iets netter eruit zien als de eerste impuls. Het probleem is dus alleen wel dat de nood nog steeds wel laag ligt. Dus als je nu een terugtest wil gaan spelen, we stappen nooit in op groene candles. Hè? Groene candles is vraag om problemen. Je stapt altijd in op de pullback. Ja, een entry afgeven is nu gewoon super moeilijk, jongens. Ik zit hier een beetje te kijken. Ik vind dat op zich wel interessant, maar ik denk dat het redelijk dicht zit. Hier zie ik wel iets. 80 Satoshi zit ik hier. Dan gaan we voor de higher low. En dat zou een nieuwe higher high dan ook moeten opleveren. 114 Satoshi en daarna kan die op zich wel... Dit is echt zo'n coin, juist als die... Heel veel mensen zijn hier al tevreden mee. Maar als die daar voorbij komt, dan komt de echte expansie. Waarom? Dan komen dit soort coins ook meer in het nieuws. Dan worden ze meer opgepikt door de massa. En dan komt pas de echte klap erachteraan. Dus als je nu al winst hebt gemaakt, neem die te P. Van mijn part maak je een add-on. En zorg je dat je trade veilig is. En breekt die uiteindelijk uit. Ja, dan zijn dit de mensen die dadelijk echt het geld verdienen. Want dan wordt die coin gewoon gehyped. En daar kan je van profiteren, want je ziet gewoon dat het eigenlijk vanaf de high continu neerwaarts is geweest. Ja, en kan je dan een keer constructie kantelen? Ja, dan ga je gewoon vliegen. Dat is gewoon waar je wel naar kijkt. En kunnen we deze range gainen? Ja, dan zou het... Als we 114 flippen, dan zou ik er niet van raar van opkijken als die binnen de kortste keer op 200 Satoshi staat, 209. Bot! Kijk, Nick, deze was voor jou, oude Claude. Ik zag twee dingetjes in de chat. Bart van Leeuwen die zei, heb je bij jullie cursussen onbeperkt toegang tot het leermateriaal? Ja, je hebt lifetime access. En als wij een nieuwe module creëren voor het leerprogramma wat jij hebt aangeschaft, wordt die gratis voor jou ook gewoon beschikbaar. Wat zag ik nog meer? Ik ga volgend jaar de cursus doen. De bear market lijkt me een goed tijdstip daarvoor. Nou, weet je wat het is, Robert Brunnik? Als jij de chart invert, dan zit je nu ook gewoon in de bear market. Dan is het probleem opgelost. Kan je nu ook beginnen. Oké, wij gaan kijken naar ABX
En we gaan eens eventjes kijken hoe ABN ervoor staat na alle stront die ze er over zich heen hebben gekregen met boetes, witwaspraktijken, noem het allemaal maar op, want er zijn flink wat rode candles geweest daar. Het zijn echt boeven. Boefjes, ja, maar dat is echt zo, Chris. De afgelopen jaren hebben we toch genoeg banken gezien die allemaal met die witwas... Ja, maar weet je wat het is? Kijk, het zit bij ons in de portfolio, hè? Weet je waarom? Omdat ik er gewoon geld aan kan verdienen. Weet je, ze pakken ons aan alle kanten, dan pakken we ze maar terug. Dit zijn gewoon schurken. En, ja, maar even serieus. Het is wel zo. Nee, maar... Het zijn dezelfde banken die jarenlang zeggen, oké, Bitcoin... En dat hebben ze gewoon gevoed. Dat is gewoon lobbyen. Dat is gewoon, oké, Bitcoin wordt gebruikt door criminelen. Dit en dat. En wie is uiteindelijk... De grootste schurk? Ja, dat zijn gewoon de banken zelf. Maar dat is toch eigenlijk met alles, Chris? Inderdaad, wat jij zegt over Bitcoin, over dit, over dat. En dan komen de banken ouwehoeren. Terwijl het zelf de grootste boeven zijn. Ik vind het ook altijd zoiets geks om te zien. Dat de mensen bij de Belastingdienst zitten achter de mensen aan om te kijken of ze alles wel goed doen. En die hou je helemaal in de gaten. Maar ze komen tussen maart en april komen ze wel zwarte belastingdiensten de belasting invullen bij jou. Dan denk ik, even serieus, man. Dat soort dingen, ik snap dat echt niet. Ik snap dat echt niet. Ja. Maar goed, dat is hoe het werkt, hè? Dat is hoe het gaat. Ja, dat is het ook. En hier geldt ook weer voor. Kijk, ik ben echt geen fan van ze. Maar ja, ik beleg het wel en ik treed het wel. Waarom? Omdat ik er geld mee kan verdienen. Is nu aan het terugtesten. We hebben een nieuwe high gezien. Even kijken. Is het al interessant om een add-on te plaatsen? Ja, vind ik moeilijk. We hebben een redelijke positie. Het is entry waardig, maar de vraag is een beetje hoe lang zit je er al in? Hoe ziet je positie eruit? Ik vind het getalletje ook wel mooi. Net onder die 10 euro. Dus 9,95 euro. Wil je hem iets defensiever? Die staat er al, hè? Dat is gewoon 9,18 euro. Ja, zou ik misschien even de cijfers in moeten duiken? Ik durf er letterlijk niks over te zeggen nu. Wat ik wel kan zeggen is, deze is agressief. Deze is defensief. Die is al gevuld, dus deze kan weer oranje worden. Hoe gaan we dit doen? Gaan we dit een beetje fel groen maken? Maken we deze een beetje donkergroen? Ik houd er gewoon op. Ben je agressief? Wil je echt graag die add-on? Dan ga je er bovenin zitten. Ben je wat defensief? Ga je hier laag zitten? Ik moet zelf eerst even kijken wat ze toch gepresteerd hebben dan. Dus je kan hier zeker add-on maken. En ik denk dat ze allebei waardevol zijn, hè? Gaan we echt de bovenkant terugtesten? Ik denk het persoonlijk wel. Ik denk het persoonlijk wel. We kunnen ook maar even snel naar ING. Ik wil even een vergelijkingsmateriaal hebben. Ja, pak hem er maar voorbij. Kijk, ING of zo. Staat hij er nog ineens in? ING. Kijk, zie je, dat is wel het verschil, hoor. Oh, dat ziet er echt fucking rekt uit dan. er is dus wel interessanter bij, als ik een verzekeraar erbij pak, de Egon of zo. Oh jee. Ja, je ziet wel aan alles dat ze in zwaar weer zitten. Ik hou wel, ja. Ja, wil je winst, dan moet je naar ABN. Ja, nu ik dit zie, ik ben eigenlijk geneigd om juist de bovenste te spelen. Maar ik ga daar nog wel even naar kijken. De mensen die ons in eToro volgen, die zullen het vanzelf merken. Ja. In de Giro zou ik hem sowieso, ben ik sowieso al geneigd om hem daar toe te voegen. Maar, zeg ik er wel gelijk bij, wij hebben een voordeel. Want wij zitten er echt vanaf, we zitten erin vanaf 6 nog wat of zo. Dus... Dat doet niet meer veel pijn. Zelfs als we de bovenste nemen en het gaat nog iets verder terug. Dus hou daar wel rekening mee. Met eToro zal ik iets voorzichtiger zijn. Dus dan ga ik gewoon eerst even uitzoeken of het verstandig is om daar een add-on te plaatsen.
Yes, de boys van Gulden, die bedanken je, Chris, voor de technische analyse. En ze waren er blijkbaar heel erg blij mee. Ik had mijn rekenmachientje al gepakt, want mijn opa die heeft mij vroeger een ezelsbruggetje geleerd. Of tenminste, een dingetje. De gulden, dat moest je keer 2.20371 doen. Dus ik wou zeggen, €30 gedoneerd. Dat komt neer op 66 euro, of 66 gulden en 11 cent. Maar dat gaat niet meer op. Want ondertussen dropte het team van Gulden in de jar €250. En die zeggen, bedankt voor de technische analyse. Gulden gaat geweldig groot worden. Neem een kijkje op gulden.com to the moon. Nou kijk, hebben ze eventjes reclame eruit geknald gelijk. Maar goed, een theaatje voor 2,5 meidjes gisteren. Dat is niet verkeerd. Dat is niet verkeerd. En daarnaast heeft Nederland 1 ook nog een Porsche bitterballen in de jar gegooid voor €62. Nederland 1, voor jou is de koek wel weer even op hè, vandaag. Je hebt alweer gek genoeg gedaan. En Akis, die zei toppertjes. Nou ja, nice. Thanks for the support, boys. Ja, inderdaad, Mike. De donaties zijn een beetje gek vandaag. Maar goed, even goed. Super nice. Wordt gewaardeerd. En ja, super tof. Wat gaan wij doen? Ja, beloofd is beloofd, Chris. Belofte maakt schuld. We gaan kijken naar een Forex pairing. En dat is de Zwitserse frank tegen de Japanse yen. Oké. Okay. Nederland 1, die krijgt de rode loper als die bij ons in de stream wil komen. Echt waar. Tuurlijk. Hij heeft hem tenslotte zelf betaald, die rode loper. Dus. Even kijken. Ik zie hem er niet tussen staan. Even kijken. Even kijken. Ik denk dat ik dat ding al zelfs een keer heb ingechart. Nee, dat is vreemd. Oké, okay, Zwitserse frank tegenover de Japanse yen. Maken we deze even oranje. Deze moet erbij. Oké, ik denk dat we dit al getest hebben. Die. En hier moet ik nog iets hebben. Ik heb hier nog iets nodig. Deze. Oké. Heel simpel, continuation gaan we naar kijken. Je ziet dat die koers wel een beetje knijpt, hè? Dus wij traden er zelf niet op, maar er is gewoon, oh shit, is er wel heel erg scheef. Je ziet gewoon dat er een beetje compressie is. Ik vind dat persoonlijk niet zo belangrijk. Ik ga gewoon uit van continuation en dan trade je eigenlijk op elke pullback die je maar krijgt. Eerste pullback is hier op 117, ik zeg het rond het even af, hè. Dus hanteer gewoon het leveltje wat hier staat, is zelfs wel legit. Als ik hem op de lage tijdsframe pak, kan je hem iets scherper stellen. Zou ik zeker bij Forex wel aanraden. Gaan we daar zitten, gaan we iets defensiever, oh die staat wel nice, die staat wel nice. Als die hier onderdoor breekt, laat je hem ook echt lopen, want dan zie je dat je uit dat model breekt. Zou je hier snel een short nemen? Nee, ik zou daar heel voorzichtig mee zijn. Ik zou daar heel voorzichtig mee zijn. Waarom? Omdat je hier in een range zit. En eigenlijk zit je hier in een range vanaf 2017. Dus je hebt hier de low gecreëerd. Dit is de high van je range. Dat is een gevaarlijk level om dat te shorten. Zeker als het al een keer getest is. 1 keer een failure, 2 keer een failure, 3 keer een failure, 4 keer een failure, 5 keer een failure. Als hij er doorheen gaat, dan gaat hij er keihard doorheen. En dan kan je echt wel een serieuze push naar boven krijgen. 5%, en dat is voor Forex is dat gigantisch. Het zou zelfs naar 13% gaan, vind ik wel, is wel buitensporig. Maar ik heb zelf nooit Forex getraind, jij wel. Maar je treedt Forex altijd met leverage eigenlijk, toch? Ja.
Omdat de bewegingen normaal gesproken een stuk kleiner zijn. Heel groot zijn. Dus die leverage is ook veel hoger. En nogmaals, leverage is niet eng. Hè? Dus dat maakt voor de rest niet uit. Dus mensen denken al dat sommige pairings worden zelfs met een 1000x getreden. En dan denken wow, weet je, dat is heel scary. Maar als de beweging kleiner is, ja, dan is het precies hetzelfde. Dat is ook waar het om gaat. De beweging is niks aan de hand. En je past nog steeds riskmanagement toe. Dus het is nog steeds niet enger. Riskmanagement maar dat was in het begin van de commodity markt was dat ook heel anders. Omdat die lots veel groter waren. Dus had je ook gewoon veel meer geld nodig. En toen kwamen op een gegeven moment die constructies ermee. Wat je tegenwoordig hebt, die CFD's en zo. Maar heel veel mensen hadden gewoon die leverage letterlijk nodig om die lots te kunnen traden. Het is een leuke markt om te traden. Ik ben er ook van overtuigd. Als jij succesvol bent in crypto, in Bitcoin, dan ben jij gegarandeerd succesvol in Forex, omdat het gewoon makkelijker te traden is. Goed, ik zei net dat Nederland een rode loper krijgt, maar ik zag in de chat Toilet Paper zeggen, heeft hij hem nou serieus nog niet gezien? En ik switch van scherm en Nederland 1 die krijgt een gave loper van ons. Is hij weer bezig dan? Ja, ik zeg net, kap er nou maar gewoon mee, doe maar gewoon normaal. Maar hij zegt, krijg je ook een Porsche Frikandelle de baasafsluiter en hij dropt er nog een keer €251 in. Zo, dat zijn de lentekriebels. Ja, dat zijn de lentekriebels weer bij hem. Nee, ja, ik weet nooit wat ik tegen jou moet zeggen. Het is altijd zo apart dat mensen dat doen. Ja, thanks voor de support, Nederlands 1, super tof. En kom inderdaad een keer lekker whiskytje drinken in de studio. Dat heb jij wel verdiend, Abbe Pik, zeker weten. Goed, we gaan nog eventjes kijken naar... we hebben Ethereum niet meegenomen, toch? Nee. Ondanks dat het een nieuwe all-time high is, moeten we daar zeker altijd even een blikje op werpen in de stream. Even kijken. Ja, ik heb het al aangegeven. Ik ben persoonlijk op dit moment niet super geïnteresseerd in Ethereum. Ik ben wel geïnteresseerd in wat Ethereum doet, maar ik ben niet geïnteresseerd in de prijsactie, want er is niet een lekkere entry op dit moment. Hier hebben we een... hier hebben wij een grote trade genomen. En die hebben we echt met jullie allemaal gedeeld. Dat was, waar ik het net over had, dat was eind februari, begin maart. Daar heb je geduld voor nodig. Maar je weet gewoon dat ten eerste, je hebt de correlatie. Dus dat spreekt in je voordeel. Je hebt een soort van altcoin markt. En dan weet je gewoon, Ethereum blijft achter. Dat zijn gewoon van die, dat is gewoon turven. En dan weet je gewoon, als ik ook die technische confirmatie eroverheen krijg en nog een keer de update die eraan zat te komen, ja, dan weet je gewoon, is kat in het bakkie. Nou, die trade hebben we redelijk groot ingeschaald en daar plukken we nu de vruchten van. Ons doel was Bitcoin technisch eigenlijk de terugtest. Dit was de terugtest, dat was eigenlijk ons doel. Terpeetjes hebben we ook genomen. Ja, dit is extensie, dus ik zie hem op zich ook wel komen. Continuation zou dat zijn. Mensen weten ook, USD-dollar doel was van ons 2500. Ja, hebben we al lang bereikt. Waar ga je dan naar kijken? Ja, alles wat extra is, 3000. 3000, 3500 zou maar op de borden kunnen komen staan. Maar ik ben vooral geïnteresseerd wel wat we hier gaan doen natuurlijk op die BTC-pairing. Want dit is nog echt wel een serieuze expansie naar boven. Zou ook wel echt iets doen met de market cap van Ethereum. Hoor. Dus ik snap dat de mensen op Twitter, ja, het is een leuk onderwerp, een beetje het weer over een flippeling gaan hebben. Het gaat niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren. Waarom niet? Omdat Bitcoin iets anders is als Ethereum. En Ethereum wordt voor iets anders gebruikt. Ja, ik ben op dit moment niet geïnteresseerd om een trade te nemen in Ethereum, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat je gewoon meer kans maakt bij Bitcoin. En ik denk dat ik dan een van de weinigen ben op heel crypto, Twitter en... Ja, moet je hierheen stappen? Ik weet het niet. Als je op 60% al staat, op een main pairing... Ik denk dat je dan toch wel voorzichtig moet zijn. Kan je hier de pullback traden? Ja, dan zou je erover na kunnen gaan denken. Dan moeten we eerst even kijken waar we de Sphinx stoppen. Ja, oké. Het is wel een agressieve entry dan. Je kan erover nadenken.
Ik denk het, ja. Ja, ik wil die positie niet kapot maken. Dus als je een add-on zo hoog maakt, dan. Ik denk dat ik die dan laat lopen. Target blijft gewoon hetzelfde. Target voor Ethereum. Ja, we hebben geen nieuw target meer ingeschaald. Hier stond nog wel een buybox. Is die buybox netjes gevuld? Had je daar een tradeje op kunnen maken? Denk het wel. Jawel, volume nootje. Wel een klein beetje doorheen, maar niet constructie verloren. Dus dat ziet er gewoon goed uit. Het enige wat hij nu aan het doen is nieuwe highs neerzetten. Higher lows maintaint hij gewoon. Dus de netjes hier, die constructiekanteling. Dit is uiteindelijk ook wat je bij Bitcoin wil gaan zien. Hè? Dus op dit moment was ten tijde van de Bitcoin dump, durfde niemand het aan te raken. En je ziet dan dat die constructie kantelt en dat je dan nog meer dan genoeg tijd hebt om in te stappen. Doe dat dan ook gewoon. Ja, uiteindelijk. Dit was een 70% play. Ja, ik kan een koersdoel gaan roepen, maar dat is natte vingerwerk. Dus je kan een extensie gebruiken of zo, maar je moet er gewoon al in zitten. Je gaat niet nu nog een trade nemen. En zeker niet met all-time highs. En dat geldt eigenlijk voor alle altcoins. Dat geldt ook zelfs voor Bitcoin. Trade de pullbacks, trade de correcties, trade de retracements. Ga niet instappen op de breakouts. Dat is gewoon slechte RR. En dat geldt eigenlijk voor alle pairings. Wees daar gewoon voorzichtig mee. Want ik weet nu, iedereen zegt nu, wow, Ethereum flippening. Ethereum is een nieuwe Bitcoin. Ethereum gaat naar de maan. Ethereum 100.000, weet ik wel wat of zo. Dan keert hij dadelijk weer om en niemand is meer geïnteresseerd. Dus trade hetgene wat niet door de massa wordt getrade. En hetgene wat al aan het pumpen is, geniet daar gewoon van. Want daar zitten we al lang in. We zitten in Ethereum vanaf $80, jongens. Dus laat die posities gewoon lang openstaan. Dan weet je het uiteindelijk dat dat de echte gains met zich meebrengt. Waar zie ik Ethereum over? Ja, ik heb gezegd Bitcoin op 100k. Waar zie ik een Ethereum dan? Want dat is de vraag van de mensen op dit moment. Er moet een nieuwe magneet komen, Chris. Ja. Ik denk sowieso magneettechnisch. Kijk je eerst naar 3K, Ja, denk ik. ik zit met een heel dubbel gevoel, omdat ik weet dat BTC-technisch, in de BTC-pairing, heeft hij nog wel opwaarts potentieel. Alleen ik vind hem echt op de dollarkoers, ja, is hij zo overextended. Ja, ik wil hem wel voorzichtig houden. Ik zou zeggen $3.000. Ik denk dat als hij dat al redt, is dat echt netjes. Ik denk ook dat er dan wel echt daarna wel een correctietje kan komen. En ik denk echt wel dat dat ook wel een flinke correctie kan zijn. Ik denk niet dat je ervan uit moet gaan dat Ethereum dan speciaal is en dat het wel in een rechte lijn omhoog blijft gaan. Ik denk dat je daar heel erg voorzichtig mee moet zijn en niet meegaan in de waan van de dag. Daar probeer ik echt een stap in terug te nemen. En daarom ben ik echt actief nu. Niet anti-Ethereum, maar echt meer pro-Bitcoin. Gaan bij Bitcoin kijken, omdat bij Bitcoin is gewoon de safere play. Gewoon is nu de veiligere bet. Je ziet gewoon die opwaartse mars die ze hier hebben gemaakt. Ja, die is echt insane. En die is nog gekker als Bitcoin eigenlijk. En ik ben gewoon een beetje bang dat heel veel mensen nu op $2600 Ethereum gaan kopen. Die gaan dat heel lang vastzetten en steken. Ja, dan komt die correctie, die komt vroeg of laat, komt die er. En het zou mij niks verbazen als we nog een $2000 gaan terugtesten. Ja, dan raken de mensen gewoon helemaal in paniek. En dat wil ik gewoon niet op mijn geweten hebben. Dus $3000 zit er zeker nog in. Als Bitcoin naar een ton gaat, kan het zelfs nog wel hoger hoor. En Ethereum $5000 kan. Maar er gaat wel een serieuze correctie aan komen. En dat gaat waarschijnlijk gepaard met wat er hier gaat gebeuren. Dat wordt dus ik denk niet dat ze daar doorheen gaan. Ik denk dat dat wel een rejection wordt. En ja, dan gaan we zien hoe ver we gaan terugvallen. Maar op de dollar pairing $2000, dat zou voor mij wel weer een mooi nieuw entrypunt zijn. Pas een beetje op Yes. daarmee. Hij is wel overextended. Yes. Goed. De boys van Gulden vragen nog eventjes of ze dat stukje over Gulden mogen plaatsen in hun community. Natuurlijk, netjes dat je het even vraagt, maar dat mag. Geen probleem. Als je net 3 maartjes hebt gedoneerd, dan mag dat wel. Geen punt. Ja, Goed. maar daar zijn we sowieso niet zo moeilijk mee. Alleen ik weet niet. Nee. Nee, maar het is altijd wel even, ik vind het altijd wel even netjes als je het vraagt. Weet je? Dat Ja. is. Easy om te doen. We bijten niet, we zijn heel toegankelijk. Je kan gewoon een berichtje sturen en
No problemo, goed. Ja, paniek. We dumpen. Valt allemaal hartstikke mee. Maar er is een rood kendeltje. Raak niet in paniek. Doe geen gekke dingen. Hou je kopje erbij. En ik zal zeggen, we zien jullie aankomende zaterdag weer. Bedankt allemaal voor het kijken. We zitten nog steeds op 1150 kijkers en maar 400 duimpjes, boys. Voordat jullie weggaan, smash allemaal even op die duim. Dat brengt de video wat hoger voor onze YouTube. En is gewoon een blijk van waardering. Als je nog niet geabonneerd op dit kanaal, zeker even abonneren. We gaan richting die 50.000 abonnees. Dat is wel echt een huge mijlpaaltje voor ons. Ik weet nog dat we eigenlijk vrij kort geleden zijn. We 25.000. En het is echt hard gegaan. Ja, we zijn de laatste tijd echt hard gegaan. Daar zijn we jullie echt dankbaar voor. Maar ik kan me nog herinneren dat we echt blij waren als we per dag 10 abonnees erbij kregen in het begin. Dat is een lange weg geweest. Goed, allemaal lekker. Nemen jullie leverage mee in de trade die misgaat met 300k? Ja, want het account is geen 300k, dus moet je wel met leverage traden. Alles binnen de perken, binnen de risico's, uiteraard. Maar goed, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken, voor de support. Ja, de support vandaag was insane. Nederland 1, knettergek. De boys van Gulden, thanks voor de support. Nice, de donaties is echt voor de fun, hè. Maar ja, als dit gebeurt, even goed bedankt. Nice. Onderaan de video komen uiteindelijk alle linkjes terug waar je vindt. www.dopecash.nl, daar vind je onder andere ons Discord kanaal. Je kan iedereen joinen voor een serieuze vraag over crypto, beleggen, investeren of gewoon voor de fun. Doe gewoon lekker normaal, doe je ding en doe gewoon gezellig mee. Ons leerprogramma vind je op www.dopecash.nl. De Excel sheets die je kan downloaden, alles vind je daar terug. Bedankt voor het kijken. We zien je heel graag weer de volgende keer. Laters. Laters. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words.